Laat je op de satésaus foto hè? Nou, filmen. Kijk, crèmelaagje. En het klont het een beetje. Het is net fout als je hier. Heb je er een spammer in gegooid of zo? Eetekoffie. Ja. Erik, wat? Dat is niet zo'n goed idee. Broekscheur gegooid. Mag ik het roer overnemen? Noem minstens drie goede redenen. Begin het met een M. Waarom het geen goed idee is. En doe het snel voordat het is uitgevoerd. Wat komt er weinig uit zo'n zakje? Ja, hè? Komt er uit jouw zakje meer dan? Nou, wel iets meer voor 125 milliliter. Ook in poedervorm of zo? Aan de ene kant zijn ze bevroren, aan de andere kant worden ze zwart. Nee. Hoort, dit is barbecue. Nu zijn we bezig. Stel, wat heb ik toch laten ontdooien in de koelkast? Die op min 5 staat. Ja, een kwartier lang. Twee dagen. Dat lijkt me toch echt voldoende. Ja, maar niet met de foto's. Ja, het is hetzelfde als vanmorgen. Ja. Ja, het wordt wel dikker. Nu beginnen we toch op het punt te komen. Hoeveel pakjes saté hebben we nu al over? Allemaal een halve pan pakjes in en nu ook een halve pan water. Nu zijn we er. Het begint op pindasaus te lijken. Dit gaan we gewoon eerst even aan iemand geven. Gaan we testen. Hou je hand eens op. Is maar vast. We gaan een pilot starten, jongens. Ja. Oké. Okay. Oh, kijk. Dat dit is release candidate 1. Ja, je komt met je bord. Ja. Wie wil de satésaus RC1? Wie zijn de early adapters? Ja, dit is pindasaus, jongens. Ja, kom. Is het satésaus of satésaus? Ja. Ik denk dat het meel is. Met balletjes. Balletjes of een balletje? Balletjes. Ja, maar dat komt in het midden dan naar boven. Ja, maar je zit zet hem in je pols. Ja, het ziet er wel lekker uit. Ja, maar ik kan alleen maar. Dat zijn mijn pols. Doe die maar hier. Ik wil alleen dat. Oké, dat wil ik ook wel. Ja, maar dat is wel onhandig. Even kijken. Maar wil je bord? Oh, nou die weet ik lekker niks van me. Hé, wil je kijken man, hoe dat omhoog komt? Rendel, hou dat soort details voor je. Beetje te dun, hè? Ja, het is ook een beetje melerig af en toe. Vooral bovenin. Maar dat merk je zo meteen niet meer als het dik genoeg is. Als je ogen dicht doet, merk je er niks van. Ik heb het gisteravond. Ja, maar wacht maar, we hebben daarvoor een tool. Dat heet een pletter. Toen viel ze in slaap. Als je hem oppakt, dan kan je hamburger vreten. Dat de rest daarvoor uitkomt. Dat kan ook. Ja, we hebben een slachtoffer. Zo. We gaan net naar de snow consultant gaan voor een hamburger. Heb je het opnieuw geoutsourced? Ja. Ja, ik heb het onderdeel geweest. Ik dacht dat je onderdeel was. Ik heb het onderdeel geweest. Ik heb het onderdeel geweest.